Daar komt Sinterklaas, riepen de Hagenaartjes toen de gemeterde schaduw over de rijen ging, die stonden opgesteld langs de route die de grote weldoener bij zijn intocht in de Hofstad volgde. Gezeten op zijn beroemde schimmel was de Sint de hoofdfiguur van een bonte stoet, waarin pakezels allerlei zaken meevoerden die de jonge harten vol verwachting deden kloppen. Overal in de residentie veroorzaakte de komst van de goedheiligman grote opwinding. Zij die niet langs de bisschoppelijke route woonden, hadden zich onder meer verzameld op en rond het monument van plein 1813. Sinterklaas hield hier even stil bij het departement van dokter Drees, die ongetwijfeld ook wel iets op zijn verlanglijstje heeft. Op zijn zegentocht werd de bisschop begeleid door de harmonie van een oliemaatschappij, vandaar dat alles zo gesmeerd liep. Voor het nieuwe stadhuis werd de Sint verwelkomd door de burgemeester. Een tweede officiële begroeting vond plaats voor de Spaanse ambassade aan de Lange Voorhout. Hier gaf de ambassadeur, de hertog van Baena, blijk van grote eerbied voor zijn goedgeefse landgenoot. Gaarne betrad de bisschop de ambtswoning van de hertog, die hem om een pakjesmiddag had gevraagd voor tientallen kinderen. Viva San Nicolás. Leve Sint Nicolaas, van wie iedere Nederlander houdt, zo zei de hertog. Y es querido de todos, grandes y pequeños. Hier op eigen bodem sprak de Sint natuurlijk zijn moedertaal. Muchas gracias, excelencia. Muchas gracias. Por supuesto. De Sint, diep onder de indruk van dit onthaal, zei dat hij zeer verheugd was weer tussen de Nederlandse kinderen te zijn. Me encuentre entre los niños holandeses. Muchas gracias. Hoewel dorstig van al dit gepraat, gunde de gulle heilige zich geen tijd om een glas wijn te drinken. De kleintjes gingen voor. En hij bedacht niet alleen de kinderen die binnen waren. Ook van buiten moesten ze komen om in al die milddadigheid te delen. Kijk eens, wat zeg je nou tegen Sinterklaas? Krijgt Sinterklaas ook een handje van je? Zo goed hoor. En jij, hoe oud ben jij al? 11 jaar. Jij bent een flinke jongen hoor. Krijgt Sinterklaas een handje van je? Ik hoop dat je er maar veel plezier van mag hebben. Helemaal ondersteboven verlieten de jongens en meisjes de ambassade weer, waar het in de goede zin des woords Spaans was toegegaan. Tijdens dit unieke uurtje waren honderden buiten blijven wachten, want de Sint was gekomen. En met hem de mooiste tijd van het jaar.